We weten allemaal dat private lease de laatste jaren steeds populairder wordt, maar wat veel mensen niet weten is wat nou de impact is van zo'n leasecontract op het bedrag dat je kunt lenen. En in deze video wil ik je laten zien hoe het nou berekend wordt en aan de hand van een voorbeeld laten zien wat nou de impact kan zijn op een gemiddelde hypotheekaanvraag. En ik sluit de video dan ook af met dingen waar je op kunt letten of in ieder geval met tips, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus als je dat interessant vindt, abonneer je dan hier op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. En in deze video gaan we dus hebben over private lease en de invloed daarvan op je hypotheekaanvraag. Deze maand ga ik diverse video's maken die autogerelateerd zijn. Dat komt omdat het einde van de maand is mijn eigen auto, heb ik dan 10 jaar in bezit. En ik wil de maand dan ook afsluiten met een video wat nou de impact is geweest van toen ik 10 jaar geleden een nieuwe auto kocht van ongeveer 50.000 euro. Wat heeft het me in totaal gekost en wat had ik aan vermogen kunnen opbouwen gedurende de jaren en in de toekomst als ik dat anders had aangepakt? Nou, dat ga ik dus aan het einde van de maand een video over maken. En ondertussen werken we met verschillende video's een beetje rondom dit onderwerp heen naar die video toe. En in deze video van vandaag gaan we dus kijken naar private lease. Om een beetje wat meer informatie te krijgen en een beter inzicht te krijgen, eerst even wat algemene cijfers van het laatste jaar, dus van 2018. En dan gaan we bijvoorbeeld kijken naar de vereniging van private lease of auto lease maatschappijen. En daar halen we de volgende gegevens dan uit. Je ziet dat eigenlijk sinds 2014 het steeds populairder wordt. Sommige jaren verdubbelt het bijna. De laatste jaren is het ongeveer telkens elk jaar de helft erbij. Dus kijken we naar 2014, toen waren bijvoorbeeld 17.000 contracten. En vorig jaar was dat al 150.000 contracten. We zien ook dat zeg maar 53% van de nieuwe auto's een leaseauto is. Wil niet zeggen dat het private lease is, maar kan ook ooit zakelijk zijn. Maar in ieder geval meer dan de helft van de auto's wordt dus inmiddels geleased. En kijken we nou juist naar de bedragen, dan zul je zien dat tussen de 200 en 300 euro het meest populair is. En ook tussen de 300 en 400 euro. Maar laten we dan een beetje kiezen dadelijk voor een auto van rond de 300 euro. Omdat dat waarschijnlijk een beetje het gemiddelde is waar we wel van uit kunnen gaan. Nu we deze cijfers weten, een klein beetje informatie over private lease. Wat is het nou eigenlijk? Nou, in principe private lease die zorgt dat je dus privé lease, een auto die je privé gebruikt, kunt leasen. Bijvoorbeeld bij de dealer waar je het gekoopt. Kan ook bijvoorbeeld via de ANWB of dat soort bedrijven. En het komt er gewoon op neer dat je een auto niet hoeft te kopen, maar dat je maandelijks een bedrag uiteindelijk moet betalen voor het gebruik van die auto. Dit heeft vaak te maken met hoe duur de auto natuurlijk is in aanschaf en de kilometers die je per jaar gaat rijden. En in principe zit er alles bij je in, dus ook verzekering, reparaties en dat soort dingen. Alleen het tanken hoef je nog zelf te doen en daarom is het vaak voor veel mensen een interessante optie. Omdat je dus een auto van misschien 10, 20, 30.000 euro kunt rijden voor een maandelijks bedrag. Dus je hebt het geld niet nodig en veel mensen hebben dus ook het geld ook niet voor om een nieuwe auto te kopen. Dus ze gaan voor private lease, waardoor je een laag maandelijks bedrag betaalt voor het gebruik van die auto. Maar wat veel mensen dan vaak niet beseffen is dat je eigenlijk een contract aangaat. Je hebt een betalingsverplichting gedurende die tijd. Dus zeg dat je 48 maanden afsluit. Dan heb je dus 4 jaar lang een betalingsverplichting elke maand. En dat heeft dus impact op je hypotheek. Het bedrag dat je in ieder geval kunt aanvragen wanneer je een hypotheek wil afsluiten. Sinds juli 2016 gelden daar de volgende regels voor. Ze kijken dan uiteindelijk naar het bedrag wat je in principe leent aan een auto. Want je leent eigenlijk geld. Dat is het aantal maanden keer het maandbedrag. En daarvan pakken ze 65% als financial lease. En dat wordt dan geregistreerd bij het BKR. Het BKR houdt eigenlijk van iedereen alle schulden bij. En dat is dus een overzicht waar bijvoorbeeld een hypotheekverstrekker gaat kijken als je schulden hebt. En die nemen ze dan mee, die betalingsverplichtingen, in de ruimte die je maandelijks hebt om eventueel een hypotheek te betalen. Dus heb je veel schulden, heb je minder geld over elke maand om aan je hypotheek te betalen. Dus zal je hypotheekbedrag wat je kunt lenen lager uitvallen. De overige 35% zien ze vaak als service deel. En dat valt dus niet onder deze registratie. Het kan echter wel zo zijn dat sommige leasemaatschappijen het volledige 100% van het geleende bedrag eigenlijk van een leaseauto bij het BKR registreren. Dus het kan ook zelfs nog hoger uitvallen, de schuld. Maar wij gaan eigenlijk uit van hoe het vaak wettelijk wordt geregeld. In ieder geval wordt vastgelegd. En we gaan dus uit van het maandelijkse bedrag of uiteindelijk 65% van het bedrag dat je moet betalen of lenen, wat wordt geregistreerd bij de BKR. En laten we dan aan de hand van een voorbeeld, een beetje een gemiddeld voorbeeld, aantonen van wat nou de impact is van dit soort financial lease situaties. Kijken we dan naar de cijfers van 2018, dan was de Volkswagen Polo de meest geleaste auto, dus laten we die als voorbeeld nemen. Zoals gezegd zijn er verschillende plekken waar je kunt leasen, zoals bij de ANWB, voor 284 euro is dat het geval, of bij Volkswagen zelf voor 275 euro. Nou, laten we dan uitgaan van Volkswagen, met 275 euro in de maand
gedurende allebei 48 maanden trouwens. En dan komen we dus uit op de volgende berekening. We hebben dus een maandelijks leasebedrag van 275 euro. Dat vermenigvuldigen we met 65%, omdat die 65% het financiële deel is wat geregistreerd wordt bij het BKR. En dat doen we keer 48, want dat is het aantal maanden dat het gemiddelde contract ook wordt aangegaan. En dan komen we uit op een bedrag van 8.560 euro. Die 8.500 euro is dus het bedrag wat uiteindelijk bij de BKR geregistreerd was als een schuld die je hebt en waar je dus maandelijks betalingsverplichtingen op hebt. En dat bedrag wordt dus eigenlijk ook meegenomen in je hypotheekaanvraag. Gaan we nou bijvoorbeeld even kijken via de Rabobank wat we kunnen lenen en gebruiken we een beetje globale cijfers, gemiddeld is weer. Dus een inkomen van 30.000 euro per jaar en een leeftijd van 31, dat is mijn leeftijd toevallig, dus laten we die invullen. Wanneer we geen schulden zouden hebben, zouden we een bedrag kunnen lenen van 136.461 euro voor je hypotheek. Voeren we nou echter op de volgende pagina in dat we een schuld hebben, dus eigenlijk ook een betalingsverplichting waar we maandelijks aan moeten voldoen. En dat is dus die 8.560 euro die we net hebben berekend. Dan voeren we dat in met dezelfde inkomen, dezelfde leeftijd zeg maar. Dan zullen we in één keer zien dat je dus minder kunt gaan lenen door die betalingsverplichting. Het bedrag dat je dan nog maar kunt lenen is zelfs 88.525 euro. Waardoor je in principe door deze verplichting van die Volkswagen Polo te leasen dus 47.936 euro minder kunt aanvragen voor een hypotheek. En zo kun je dus zien dat je voor een klein maandelijks bedrag van 300 euro of 275 euro in dit geval eigenlijk al bijna 50.000 euro minder kunt lenen. Dus besef goed wat je gaat doen op het moment dat je private lease contract afsluit. Denk niet vooral op de korte termijn, maar denk ook op de lange termijn. Ben je bijvoorbeeld binnenkort van plan een huis te gaan kopen, dan is het waarschijnlijk slimmer om eerst het huis te regelen, de hypotheek, en eventueel later nog private lease te doen als je dat zou willen. Nog verstandiger zou het waarschijnlijk zijn om geld op te sparen voor een tweedehands auto, want dan heb je in ieder geval die maandelijkse verplichtingen niet. Maar voordat ik enkele tips geef of dingen waar je op kunt letten, wil ik je vragen of je nog meer video's over dit soort onderwerpen wil zien. Misschien een hele video gericht op de laatste cijfers van private lease. Dus ben je misschien zelf van plan om een auto te gaan leasen? Of ken je mensen die dat van plan zijn? En denk je dat meer informatie over dit onderwerp kan helpen? Laat dan een reactie achter onder de video en abonneer je op het kanaal, want dan mis je in ieder geval de volgende video's niet meer. En laat dan weten wat je graag zou willen zien. Dan neem ik dat mee in een video over private lease. Maar zoals gezegd zijn er enkele tips eigenlijk of dingen waar je op kunt letten op het moment dat je toch ervoor kiest om een private lease contract af te sluiten. De eerste daarvan is dat je ook meer prijs hebt voor kilometers. Dus behalve dat je de auto zelf kiest en de termijn in hoe lang je hem wil leasen, bijvoorbeeld 48 maanden of 60 maanden of misschien korter, 36 maanden, moet je ook vaak kiezen voor het aantal kilometers dat je per jaar mag rijden. Vaak is dat bijvoorbeeld tot 10.000 of dan tussen de 10 en 12, 12 en 15.000. Maar wat hierbij belangrijk is dat je goed gaat kijken naar hoeveel kilometers je gemiddeld maakt, of in ieder geval de laatste jaren, en dat je dus ook het juiste pakt. Want de leasemaatschappijen rekenen vaak met een meerprijs voor kilometers die je meer maakt dan dat je hebt afgesproken. Dus stel, je hebt 10.000 kilometer per jaar afgesproken en je komt uiteindelijk uit op 11.000. Dan moet je over de extra 1.000 kilometer bedrag betalen. Voor die Volkswagen Polo bij Volkswagen was het ongeveer 10 cent per kilometer. Dus dat zijn punten waar je zeker wel rekening mee moet houden. Volgens mij is het wel zo dat je kilometers die je minder maakt soms terugkrijgt, maar niet altijd. Dus misschien dat je beter iets hoger kunt zitten dan achteraf bij te betalen. Maar dat is dus iets wat je van tevoren moet gaan kijken. Het tweede punt waar je op moet letten is dat er ooit gevraagd wordt om een waarborgsom. Dat is dus een bedrag dat wordt vereist eigenlijk voordat je het contract aangaat. En dat mag maximaal 3 maandbedragen zijn. Dus stel jij sluit een contract of wil je gaan afsluiten voor 300 euro in de maand. Dan kunnen ze maximaal 900 euro vooraf vragen. En dat is natuurlijk waarschijnlijk voor de mensen die waarvan ze verwachten dat ze dan problemen mee krijgen, misschien met betalingen. En dus kan het zomaar zijn dat als je geen geld hebt om een nieuwe auto te kopen, dat er toch een redelijk bedrag wordt gevraagd aan jou als waarborg wanneer je een auto gaat private leasen. En het laatste punt waar je op moet letten, is misschien ook wel het belangrijkste, is wat er nou gebeurt of wat er wordt verlangd van jou op het moment dat je het contract eerder wil beëindigen. Dus jij sluit een contract af voor 48 maanden, 4 jaar, maar na 2 jaar gebeurt er iets waardoor je van die auto af wil. Dan heb je dus eigenlijk pas de helft van je contract uitgediend en wil je daarna dus opzeggen. Hier vragen leasemaatschappijen meestal een vergoeding voor, want ze hebben gepland dat er nog extra jaren inkomsten zouden zijn. Misschien lopen ze rente mis, winst mis gedurende die jaren. En elk leasebedrijf heeft natuurlijk andere voorwaarden. Pakken we nou weer even als voorbeeld Volkswagen. Dan kun je zien in een algemene voorwaarde dat ze 50% van het nog te betalen bedrag dan als bedrag vragen van de afkoop, zeg maar, dus eigenlijk een soort boete. Dus stel jij zou bijvoorbeeld nog 10 maanden te gaan hebben in je contract en laten we even zeggen voor het gemak dat het maandbedrag 300 is, dan moet je dus eigenlijk 3000 euro betalen aan Volkswagen gedurende je contract. Maar je wil het nu dus afkopen 10 maanden van tevoren, dan verwachten hun dus 50%, oftewel een bedrag
afkopen eigenlijk van 1500 euro. En dat is dus een bedrag puur om onder het contract uit te komen. En kan dus best wel een flink bedrag zijn wat je eigenlijk moet betalen terwijl je de auto niet meer gaat gebruiken. Dus hou er ook zeker rekening mee dat wanneer je een termijn kiest, dat je dan zeker weet dat je ook die jaren alles kunt betalen en dat je er zeker nog gebruik van gaat maken. Want het heeft dus niet alleen een enorme invloed op het bedrag dat je kunt lenen voor je hypotheek. Maar het kan ook maar zo zijn dat je nog duizenden euro's moet betalen om eerder onder het contract uit te komen. En dat wil dus weer zeggen dat je eigenlijk toch altijd flink wat geld achter de hand moet hebben om zo'n private lease contract dus aan te gaan. Dus dat zijn eigenlijk drie belangrijke tips die ik je wil meegeven. Dat je goed van tevoren kijkt wat de impact is natuurlijk op je hypotheek, maar ook wat het contract eigenlijk inhoudt, wat het kost als je meer rijdt, wat het kost als je het überhaupt aan wil gaan en wat het kost als je er onderuit wil komen. En met deze video wil ik je dus aan het denken zetten van, is private lease wel de beste optie voor jou? Want je gaat echt een betalingstermijn met grote impact aan voor de komende jaren. Is het misschien niet verstandiger om nog wat langer door te gaan met je auto, misschien nog wat geld apart te zetten en uiteindelijk van dat spaargeld dus gewoon een tweedehands auto te kopen? Bereken dus eens uit wat de verschillen zijn tussen of private leasen en de betalingsverplichtingen daarbij, of geld opsparen voor een tweedehands auto en hem dan kopen. Want ik denk dat het op lange termijn de beste beslissing is om eerst geld te sparen en dus zonder geld te lenen een auto te kopen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Vond je het een leuke of informatieve video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag en laat onder deze video weten wat je goed of minder goed vond. Dan neem ik dat mee in de volgende video. Als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar je bent nog wel steeds aan het kijken, is het waarschijnlijk een interessante video. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus abonneer je hieronder op het kanaal om nooit meer een video te missen. En wil je nou nog meer praten met mensen die over dit soort onderwerpen praten? We hebben een Discord chat met inmiddels bijna 100 mensen waar we over dit soort onderwerpen praten. Dus ook een link onder de video naar deze Discord chat. Dan kun je met ons puur over alle andere onderwerpen. Misschien heb je opmerkingen, heb je iets te delen, heb je vragen waar je antwoord op wil. Nou, dat kan allemaal daar in die Discord chat. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.